Ja, we zijn er weer. Je favoriete duo, fresh in je oren. Yes, let's go. Mijn naam is Ben Kremers en tegenover mij zit Sjoerd. Je bent nog steeds gelukkig. En mijn homie, mijn broski. Marvin Leter. Yo. Ja hoor, lekker zeg. Hey. Hey heren, fijn dat jullie er nog zijn. Ik vond de vorige aflevering heel boeiend en interessant. We kunnen een paar mooie quotes uithalen, Sjoerd. Bedankt daarvoor. Maar zo ben jij natuurlijk gewoon. Ja. Hey Sjoerd, voordat we verder gaan, doen we even een truth of dare. Daar komt ie. Pizza of pasta? Pasta. Truth of dare? Truth. Ja, waarheid. Een kus of een knuffel? Knuffel. Knuffel. Rotterdam, Amsterdam? Amsterdam. En je woont in Rotterdam. No doubt was dat, hè? Ja, no doubt. So. Amsterdam. Ja, oké, nou, dan wil ik zo even weten waarom. 10 kinderen of geen kinderen? Geen kinderen. Leven zonder films of leven zonder muziek? Leven zonder films. Veel talen spreken of met dieren kunnen praten? Met dieren kunnen praten. Sporten of gamen? Sporten. En tot slot, festival of concert? Festival. Festivaletje. Even Rotterdam of Amsterdam? Jij zegt, nee, bam, Amsterdam. Sowieso. Waarom? Oh ja, ik zit hier met twee Ajax supporters. Oh, mooi, je bent nu in de meerderheid. Ja, ik ben sowieso in de meerderheid, want er zijn meer supporters van Ajax. Ja, de lekker shoot. Maar daarom klikt het meteen, toch? Kijk, ze zijn zo'n box geven aan elkaar. Beetje eng dit allemaal, hè? Ja. Ja, ik wil er echt niet over beginnen, want ik vind jullie echt irritant, jongen. Dus we'll kijken komend seizoen weer. Ja. Geniet ervan, zou ik zeggen. Ja, dat vind ik. Maar ik wil wel oprecht zeggen. En dat is denk ik wat mensen vaak vergeten. Zonder Ajax geen Feyenoord en zonder Feyenoord geen Ajax. Dat. En ja. Ik denk dat we dat een beetje meer op de agenda moeten gaan zetten. Dat we elkaar als clubs nodig hebben om er te zijn. En om mooie affiches neer te leggen op de mat. Qua sfeer en qua beleving. Dus ik denk alleen maar goed dat we er allemaal zijn. En weet je, ja, ik heb geen haat, ik heb alleen maar liefde voor mijn eigen club. En ik hoop dat zij altijd winnen en dit jaar... Ik zet je microfoon even uit, ja, dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Ja, maar dit zijn die dingen, maar dit zijn die dingen van die gasten, jongen. Maar wat Sjoerd zegt, dat is wat ik precies ook de hele tijd tegen Feyenoord zeg. Oh ja, hij zegt het ook weer, ja, luister tuurlijk. Nou, ja. We hebben geen haat voor Feyenoord. Nee. Echt absoluut niet. Nee, ik ken dat echt niet. Nee. Serieus niet. Weet je... Kijk, je zegt ik wil het er niet over hebben, maar wat mij altijd opvalt, en ik kan dat niet begrijpen, maar als ik met veel Feyenoord supporters praat, dan gaat het vaak over Ajax. Ja. En dan denk ik, maar nee, dat heb ik niet. Vertel nou eens iets waar je blij mee bent. Nou, weet je, het landskampioenschap. Ja, ja, maar nu wel. Maar ik bedoel, zelfs dat, als het kampioenschap er is, gaat het bij veel mensen waar ik mee spreek over dat Ajax niet heeft. Amsterdam, ja dat. En dan denk ik, ja, hè? Hoe dan? Ja. Dat begrijp ik niet. Ja, dat weet ik niet. Dan moeten we een keertje een paar Feyenoord supporters hier neerzetten. Ja, maar dat is denk ik wel een interessante. En dan wel mensen die gewoon normaal zijn. Ja. Die niet gelijk met stenen gegooid naar mijn auto. dat zou wel interessant zijn, denk ik. Om eens te kijken van, weet je, hoe kan je nou de liefde voor het voetbal laten leiden in plaats van de haat voor een ander? Ja, maar dat is... Heeft dat ook met intelligentie te maken van bepaalde mensen? Ik denk maar daar wil ik wegblijven eigenlijk. Nee, maar dat is een vraag, hè? Heeft Want het te maken ook in Amsterdam lopen tombo's die ik het liefst nekschot... Oh, sorry. Ik denk ook dat het de pijn is bij de club, want ik meen het echt, ik zei dat een keer tegen jullie, dachten echt dat ik onzin uitkraamde, maar als je in de arena komt, wordt er 9 van de 10 keer niet over Feyenoord gesproken, bro, helemaal niet. En ook niet uit haat of uit boosheid, of nee, dan zeggen ze van nee, hey, ze noemen het wel kakkerlakken, oké, die kakkerlakken staan derde, oké, dan zijn we klaar. Dan is het klaar. Het is niet van, oh ze staan eerst en ik kan niet slapen, oh mijn god. En, nee man, ze zijn kampioen. Tof voor ze, man. Maar zijn jullie dan het stereotype Ajaxide? Ik denk het wel. Ja? Ja. Ik weet niet wat dat is, man. Want ik vind dat vind ik wel, als ik in de arena kom, dan merk ik wel dat er een heel groot verschil is tussen ook gewoon een gedeelte tokkies, een gedeelte kak, een gedeelte toerist. Weet je, de doelgroep is ook anders. Ja, nee. Welk vak zit je dan? Ik zit vaak 24. 24. Okay. Richting het uitvak, zeg maar. Ja. Ja. Nou ja, ik kan alleen naar mezelf praten. Ik ben niet iemand die met heel veel mensen zegt 020. Die nemen het woord Amsterdam bijvoorbeeld niet in de mond. Ja, crazy. Ja, dat doe ik wel gewoon. Bij mij, ik ben echt een Feyenoorder.
Vanaf mijn jongste jaren al eigenlijk. En ik had laatst mijn broertje, dus die is Ajaxiet, ja. Inderdaad, ja. Marvin heet het toch? Ja, Marvin inderdaad, ja. Mooie naam. die is echt fel ook, die heeft het wel, maar zijn schoonvader bijvoorbeeld is dan voor Feyenoord een hele, ja, hele fanatieke Feyenoorder. Dus ja, dat gaat af en toe wel best wel zo hard tegen hart. En of ze zien elkaar, of ze ontzien elkaar een beetje, ja, of reageren, ja, niet in bepaalde apps. En zijn schoonvader zegt bijvoorbeeld ook 020 en geen Amsterdam, of die komt daar liever niet, of die zegt dan lelijke dingen. En Marv, mijn broertje, die heeft ook geen goed woord over van Feyenoord. En ik zeg nou, wat ik nu ga zeggen is een beetje gevaarlijk, maar toen die tijd, toen Ajax Champions League speelde met Frenkie de Jong, met Matthijs de Ligt en dergelijke, met Ziyech. Ja, ik was wel tijdens die wedstrijd echt van Ajax. Logisch. Want dat was echt tof voetbal. Dat was echt heel gaaf wat ze lieten zien. Ondanks dat ik gewoon Feyenoorder ben, ben ik ook gewoon liefhebber. Maar dus, misschien ben ik niet het stereotype Feyenoord. Ik weet niet of je over een stereotype kan praten. Maar ik vond het echt wel goed. Maar ik merk wel aan mezelf, als Feyenoord tegen Ajax speelt, ja, dan heb ik geen goed woord over voor de tegenpartij dan, zeg maar. Ja, maar zo verstopt. Dus, ik heb wel vlek in mijn nek van PSV. Ja, echt. Oh. Maar dat heeft weer met iets anders te maken, toch? En daarom zei ik van pijn. Ik heb vaker, sinds ik voetbal kijk, heb ik vaker PSV in de arena, ik zeg, een pak slaag zien geven. Dat ik op een gegeven moment dacht, ja, dag gasten, serieus. En dan, ja, weet je, en dan kijk je heel anders naar zo'n club, toch? Dus ik denk dat het daar ook mee te maken heeft. Maar nogmaals, ik heb niks tegen Feyenoord. Als je moet kiezen, wie gun je meer de titel? PSV of Feyenoord? Feyenoord. Ja, ik leg me daar... Ik zeg ook, als ik moet kiezen tussen PSV en Ajax, dan kies ik ook voor Ajax voor de landstitel. Ja. Maar ja, dat heeft het niet elke Ajax-ziet het daarmee eens, hè? Maar ik gun het nee, ja, dat maakt niet uit, joh. Ja. Niet uit. Wij geven onze eigen mening en je mag het er mee eens zijn, je mag het er niet mee eens zijn. Koktje naar Benfica. Ja, dat dit uitgezonden wordt inderdaad, dan heeft hij al een vaste basisplaats, denk ik. Denk je? Het is een hoop geld dat hij naartoe gaat, ja. Ik denk het wel, ja. Ik weet, is het de juiste stap voor hem? Weet ik niet, ik vind hem niet zo'n denderende voetballer. Hij heeft zich wel goed ontwikkeld. Ja, zeker, maar ik vind het geen topper. Ik denk dat je vooral ook moet kijken naar welke trainer er zit. Roger Smit. Ja, die van PSV. Ja. En ik denk dat het spel van Slot voor een gedeelte aansluit met Roger Smit, bij zijn gedachten. Ja. 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 En als hij hem op dezelfde manier gaat inzetten, denk ik dat hij daarvan waarde kan zijn. Maar het is toch grappig dat... We mogen 5 minuten over voetbal praten? Nou, dat doen we al langer. Maar wacht, maar al één dingetje toevoegen aan Benfica. Wie is heel goed bij Benfica? Die Arsnes van Feyenoord. Ja. Die is daar naartoe gegaan. En Kuksu ging ze goed spelen. Mede door hem. En nu gaan ze dus weer samen spelen. Dus ik denk dat het een wel overwogen keuze is. Maar het is toch grappig dat Roger Smit zodanig werd tegengewerkt bij PSV. In plaats van dat hij gewoon goed voetbal gewoon op de mat legde. Ja, werd hij tegengewekt, dat weet ik niet. Heb jij PSV zo zien voetballen dan, zoals Benfica nu voetbalt? Nee, dat niet. Dat niet, maar... Werd het gewaardeerd hier in Nederland, zijn opvattingen? Nee, nou, ik vond hem communicatief niet zo heel sterk. Maar waarom gaan ze dan nu met Peter Bos? Want dat is dezelfde gedachte. Ja, precies. Ik snap daar echt niks van. Ja. Ik snap dat niet. Nou ja, ik weet het ook niet. Want hij denkt vanuit pressie. Op het moment dat je balverlies leidt, gelijk pressie. Ja. Constante pressie. Ja. En dat had Peter Bos ook, want toen haalden ze de Europa League finale in 2018. Ja. Dat was dezelfde gedachte. Ja. En toen wilde hij dat bij PSV ook. Daar had hij in eerste instantie niet de spelers voor. Daar wilde hij de spelers verkopen. Ja. Maar ja, daar kreeg hij de ruimte niet voor. Nee, klopt. En dat hij ook heel erg veel met data werkt, dat werd ook heel erg soort van belachelijk gemaakt hier in Nederland. Dus ja, ik weet het niet hoor. En Peter Bos heeft inderdaad dezelfde opvattingen. Hij kijkt naar data en pas je in het team. En als je niet in een team past, moet je weggaan. Dus ik denk ook dat heel veel jongens bij PSV geslachtofferd worden. Waarvan ze nu denken van dat is een topper. Je moet niet raar op kijken dat hij op een gegeven moment aangeeft van Xavi Simons past niet in het team. Want dat is ook een Peter Bos. Dat vond ik ook raar met weet die jongen die nu bij PSV speelt. El Ghazi, dat vond ik echt gewoon, was voor mij toen de tijd gewoon een van de mannetjes, hoor. Dat van, ja, je hebt in Engeland, bij West Ham heeft hij het echt ook goed gedaan, ja. Volgens mij. Was echt nice, had ook regelmatig een basisplek. Maar hij heeft gewoon El Ghazi weggestuurd van, jij bent het niet hoor, sorry. Ja, ja. En Bazour, terug in de tijden. Ja, maar Bazour zit zelf nu bankie bij AZ. Dat vind ik wel een verhaal apart. Hoezo? Ja, qua mentaal heb ik soms ook het idee gehad dat die jongen gewoon de weg kwijt is geweest. Ja, ja. En daar ook niet altijd goed in begeleid is geweest. Of niet te begeleiden was, mm-hmm. Want dat kan ook nog. Ja. Weet je, dat kan natuurlijk ook. Maar als je kijkt naar het talent, ja, die jongen die zat wel echt op topniveau qua talent. Ja. En dan is het stukje mentaal 20%, ja, dat
Ja. Wat was die voor? Hij had gewoon naar Feyenoord moeten gaan toen de tijd, Bazoen. Ik denk dat dat nog een goede keuze was geweest. Ik denk dat daar minder van hem verwacht werd en dat hij daardoor betere stappen in zijn ontwikkeling had kunnen maken. Dat denk ik echt. Echt, want de jongen kan heel goed voetballen. Maar ja. Oké, lekker over. Ja. Hey, we hebben natuurlijk af en toe ook de rubriek Geef je mening. En geef je mening over ouderbetrokkenheid. Zo. Aan wie mag ik het woord als eerste geven? Dat is mijn afstudeerding. Sorry? Dat is mijn afstudeerding. Ja? Ouderbetrokkenheid. Maar wil jij dan beginnen? Ja, wat wil je weten over ouderbetrokkenheid? Nou, geef je mening. Ja, maar hoe bedoel je mening? Geef je mening over ouderbetrokkenheid. Wat vind je daarvan op dit moment? Vind je dat er bijvoorbeeld heel veel ouders betrokken zijn? Nou, we hebben het over gehad dat iedere ouder betrokken is op zijn of haar eigen manier. Waar zie je dan in terug? Vind je er iets van? Maar ouderbetrokkenheid komt niet vanuit de ouders zelf. Ouderbetrokkenheid, als je het goed doet, dat wordt het aangeboden vanuit school. En als ik nu even zo goed nadenk hoor, ik heb Master Sen gedaan. Ja. En ik had toen de module ouderbetrokkenheid uitgekozen. En ik vond het super interessant, omdat we toen de tijd nog bij ons op school met ouderavonden werkten. Ja. En tijdens ouderavonden komt de ouder naar school en je vertelt wat het kind wel goed doet of niet goed doet. Mm-hmm. Maar meestal komt het initiatief vanuit de ouder en wil dan met de docent spreken waar het kind een onvoldoende voor staat. Ja. Dan ga je geen toffe dingen zeggen, want het kind staat er onvoldoende. Dus je hebt het alleen over verbeterpunten. Plus, wat ze ook zeiden, en daar was ik wel mee eens, die spatie blijft alsnog van dat is school, wij zijn de ouders en school belt alleen maar voor slecht nieuws eigenlijk. Dus dan heb je geen oude betrokkenheid meer, dan is het ouder school zijnde. Nou, ik heb dus die module gevolgd en vond het super interessant. En toen de tijd ging ik Naima inschrijven gingen wij Naima inschrijven op de basisschool. Mm-hmm. En daar zag ik toen dat ze inderdaad bezig waren met ouderbetrokkenheid / ouderparticipatie. Wat al lang op de basisscholen is, toch? Want je hebt altijd meehelpen ouders, voorleesouders, noem het maar op. Dat is dan ouderparticipatie. En ouderbetrokkenheid is eigenlijk de leerling of het kind samen met de school meehelpen in de onderwijsontwikkeling. Dus je bent volledig op de hoogte. Kijk dus naar al die dingen die we hebben, toch? Dat we inkijk hebben op hun cijfers, inkijk hebben op hun ontwikkeling, noem het maar op. Mm-hmm. En dan ga je dus de docent van feedback verlenen van wat er met het kind aan de hand is en waar de extra ontwikkelpunten kunnen zijn. Dat is eigenlijk ouderbetrokkenheid. Ik heb het laten weten aan school, dus dat ik die module volg. Mm-hmm. En mijn gedachte van oude betrokkenheid was in de periode van vrede, dus na de zomervakantie, zou het mooi zijn om met de ouders van je mentorklas bij elkaar te komen. Dus met z'n allen. Dus mm-hmm. dan zet je eigenlijk het jaar in. En dat doe je dus door middel van een borreltje, een ontspannen gesprek. Waarom? In tijd van vrede is iedereen nog tof naar elkaar. Je kent de docent niet. En dan ga je de drempel verlagen. En die drempel verlagen is dan nodig dat ouders in plaats van boze mails eerder een mail sturen van nee, het rookt niet, kunnen we een oplossing daarvoor verzinnen, want ze kennen mij als Marvin / meneer Later. Mm-hmm. En dat ze dus zichzelf ook betrokken voelen bij de onderwijsontwikkeling van het kind. Dus als er thuis wat aan de hand is, wordt er snel een mail gestuurd van zo'n stom voorbeeld, hè. Gisteren had mijn dochter ruzie met ons, waardoor zij niet lekker in de vel zit, let erop. Dan weten wij van, misschien is daardoor het gedrag. Oké, goed, en dan geef je weer feedback terug, waardoor dus communicatie veel sneller gaat en dat de ouder verantwoording neemt in de ontwikkeling van het kind, onderwijs van het kind. School neemt natuurlijk automatisch zijn verantwoording, maar het kind ook. En dan heb je dus de gouden driehoek waar we het over hadden. Daar staat ouderbetrokkenheid 2.0 voor, als je het goed uitvoert. Amen. Oké, wat vind ik er nu van? Weet ik niet. Ik denk dat alle mentoren zelf invulling daar de juiste invulling aan moeten geven. Ik doe dat in het derde jaar doe ik dat heel veel door mm-hmm. elke keer na de rapportperiode een mail te sturen naar alle ouders. Gaat goed of gaat niet goed? Rond het vierde jaar ga ik heel langzaam mijn handen ervan aftrekken omdat het kind ook naar het mbo gaat. En dan vind ik dat een bepaalde self-sufficiency daarbij moet kijken. Snap je? Want wat wij soms op school nog doen, enige kritiekpunt is nog steeds alles voorkouwen. Ja. Toetsweek komt eraan, boom, schema's op teams gooien, zeggen wat ze moeten leren. We vullen net niet hun rugtas. En dan ben je dus niet bezig met oude betrokkenheid of hoe noem je dat, de regie versterkend handelen. Nee, dat is ouder schoolvragen om het handje van het kind beter te houden en duwen ze over de finish. Snap je? Dus
Ik trek heel bewust in het vierde jaar, trek mijn handen een beetje ervan af. En dan zeg ik van, doe het zelf. En als je vragen nodig hebt, papa, mama kunnen me mailen. Kind, je kan me zeker benaderen. En dan ga ik je zeker helpen, maar het is jouw onderwijsvraag. Ja. Snap je? Mooi. Snap je wat ik zeg? Ja, ik snap zeker wat je zegt. Ik hoop dat de luisteraars het ook snappen. Sjoerd, ik zie jou instemmend knikken en luisteren. Ja, hij benadert het vooral vanuit de schoolvisie, zeg maar, merk ik. Ja. Dat begrijp ik ook vanuit zijn rol als docent. Ja. En jouw rol vanuit jongerenwerker, zeg maar? Ja, ik heb vaak vanuit mijn de afgelopen 7 jaar, zeker als jeugd- en gezinscoach, heb ik heel erg gemerkt dat ouders er vaak van uitgaan. Als ik niks hoor, is er niks. En op het moment dat er een probleem is, dan gaan ze op een manier reageren die eigenlijk niet meer passend is voor de context. Want dan is er al te veel gebeurd. En ik denk, aansluitend op zijn stuk, dat het vooral belangrijk is om goed te communiceren naar ouders van wat kunnen wij als school en wat verwachten wij als ouders als voorwaarde om je kind te laten slagen. En dat daar meer een koppeling in is van dit hebben wij nodig van ouders om het kind te kunnen begeleiden. En ik denk zeker dat het tegenwoordig te vaak alleen de communicatie met het kind is. En pas als het echt eigenlijk vaak te laat is. Of dat je denkt, 3 jaar lang heb ik niks gehoord en ineens is er iets wat dwars zit. Waarom is dat niet eerder gecommuniceerd? En hadden we er veel beter en veel eerder mee om kunnen gaan. En ik denk dat daar die betrokkenheid vanaf de nulmeting, dus vanaf, hoe noemde je dat nou? Moment van vrede. Een moment van vrede vond ik een hele mooie uitspraak. Ja. En ik begreep hem ook gelijk, want dan is er nog geen context gecreëerd. Het is een nieuw jaar, een nieuw seizoen. Ja. Alle kansen liggen open. Ja, ik denk dat dat een mooi moment is voor ouders om erop in te stappen. Ja. Ik zou me in ieder geval kunnen voorstellen dat als ik kinderen had en mijn kind zou naar een nieuw jaar gaan, dat ik even wilde weten, welke mafklapper gaat mijn kind lesgeven? Ja, precies, ja. Even heel gesocieerd gezegd. Ja, ja, ja. Ja, zeker. En dat staat los van de informatieavonden, want dat is weer een formeel moment. Ja, klopt. Dan wordt er weer verteld wat de verwachtingen zijn en dan staan we daar strak in pak. Van oké, wij zijn de mentoren en dan gaan we heel veel dingen uitleggen. Ja, zo gaat het toch. Gaan we heel veel uitleggen van wat dit schooljaar gaat brengen. Maar dat is niet een informeel moment, dat is weer dus van wij vertellen als school waar de verwachtingen liggen. Ja, precies. Wat vind ik? Hebben jullie bijvoorbeeld wel eens, tenminste dat komt nu ineens op, bijvoorbeeld een speeddating momentje met de ouders of zo, weet ik veel. Weet je, als je zoiets zou creëren als creatief stukje van, joh, wie geeft mijn kind nou les? Dat doen we met de IOP gesprekken. Ja. Oké. Okay. Maar dat is dan weer een formeel moment. Ja, maar dat bedoel ik. Weet hoe zie jij dat voor je dan, die speeddating? Nou ja, zoals speeddating over het algemeen gaat, dat je gewoon mensen uitnodigt en als ze niet komen, komen ze niet. Ja. Maar dan hebben ze in ieder geval de kans van even te vragen. Gewoon met alle docenten, dat ze dan alle docenten af kunnen gaan. Ja, om, wie ben jij nou eigenlijk? Ja, dat vind en, ik tof. Ik zie jou, wat doe je in het dagelijks leven, weet je? Ja, wat houdt jou bezig? Wat zijn jouw normen en waarden? Je bent tattoo breed, ik wist helemaal niet dat je zo breed was, Mark. Ja, niet normaal, joh. Ja, dat is mooi en dat is ook het ding. We hebben een IOP gesprek en we nodigen ouders dus eigenlijk uit. En wat wij dus als school zijn, de school doen, is van de 20 ouders willen we alle 20 op school hebben. Maar dat is geen ouderbetrokkenheid. Nee. Wij sturen een uitnodiging en de ouders reageren daarop. Ja. We hopen dat 70% komt de laatste 30% niet. Hey, dit was je kans. Ja. En nu gaan wij gewoon, nu denderen we door. Precies. En als ik je ga dwingen om te komen, dan kan ik net zo goed weer beginnen met ouderavonden. Want dan sturen we een brief, je moet komen, kies een docent uit en dan krijg je uit als je kind niet goed doet. Dat is eigenlijk enige kritiekpunt van de IOP. Ter verduidelijking, een IOP is een individueel ontwikkelingsplan die wij dan schrijven voor het kind, voor de leerling inderdaad. Sjoerd, wat jij? Sjoerd wil iets zeggen, die stak netjes zijn vinger op. Ja. Nou, ik denk dat het vooral belangrijk is als mensen vrijwillig willen komen om iets te weten over een docent, dan zit er een bepaalde intentie achter. Ja. Als mensen moeten komen, gedwongen, dan willen ze er eigenlijk misschien helemaal niet zijn. Precies. En wat levert het dan op? Ja. Ik denk dat de intentie moet zijn als ouder van, hey, mijn kind gaat daar naar school en ik wil weten wat er gebeurt. Ja. Klaar. Ja. Ja, en ik wil die personen even leren kennen, even een handje geven, even in de ogen kijken. Hey, jij gaat mijn kind lesgeven. Tof, man. Ja. Misschien kunnen we er samen wat van maken. Wat is de beste manier met jou te communiceren? Ja, precies. Klaar. Ja. Ja. Ja.
Ja, zeker. Ook, ja, dat, ik vind het duidelijk, zo denk ik ook over. En geen overkill aan momenten en informatie en dergelijke. Dat vind Want hoe denk jij erover? Ja, ik, als ik aan oude betrokkenheid denk, denk ik aan mezelf en aan mijn eigen kinderen in eerste instantie. Ja. Hoe ik betrokken ben bij hun proces, zeg maar. Daar denk ik in eerste instantie. Dan denk ik niet vanuit die kant die jij had, hè, vanuit je professionele rol en hoe de school communiceert naar ouders. Maar vanuit mezelf, zeg maar, hoe ik kijk naar mijn eigen kinderen en hoe ik betrokken ben bij de organisatie. Zo kijk ik ernaar en ik, Michelle en ik zijn daar heel in betrokken. Vooral Michelle, die heeft iets meer tijd dan ik, want ik werk natuurlijk gewoon fulltime. Die doet, gaat ook mee met schoolreisjes. Ja. Die heeft even in zo'n raad gezeten, die helpt met knutselen. En wij vragen ook altijd even de docenten van hoe gaat het met je, lukt het? Wel, de laatste chefs, die komen, oh, ze was zo lief, dat moet ik even vertellen. Chef is een heel super schattig ventje en ik kwam vragen iedere dag van hoe was je schooldag, hoe was de gym, vindt hij dan leuk? En hij zei, ja, de papa van de juffen die gaat misschien dood. Ja, je weet hoe kinderen dat dan zeggen. Ja. Denk, oh jeetje, wat is er gebeurd dan? Ja, hij moest naar het ziekenhuis en de juf moest in één keer weg. Hij zegt, maar papa, zou ik misschien een berichtje naar de juf mogen sturen dan? Ja, lief. Dus ik zeg, maar je hebt tegenwoordig natuurlijk die Paro-app, zeg maar. Dat is een communicatiemiddel waar al de mededelingen ingaan. Dus hij zit in groep 3, dus hij kan nu net lezen en schrijven. Dus hij heeft een heel lief berichtje. Oh juf, hoe gaat het met u? Of hoe gaat het met je? Tot morgen, succes of zoiets, of iets dergelijks. Of hoe is het met je papa? Dat is super schattig dat die kinderen op die manier eventjes dan dat invulling van, oh, heel nice. Niks met oude betrokkenheid te maken, maar dat is wel dat... Ja, want je geeft hem de ruimte. Ja, dat vind ik wel, Ben. Want je geeft hem de ruimte, omdat je faciliteert hem van, joh, dat zou je op die manier kunnen doen. Hij legt de vraag bij jou neer, een soort van hulpvraag, om het even zo... van joh, ik zou graag iets willen doen, wat zou ik kunnen doen? En jij faciliteert hem als ouder van joh, dit zou misschien een goede stap kunnen zijn. Dat dus dat vind ik ook oude betrokkenheid, want jij zorgt ervoor dat die koppeling tussen jouw kind en die docent goed is. Ja, nou ja, en wat ik dan doe, daar wil ik eigenlijk naartoe, dat ik dan vroeg op een gegeven moment van, volgens dat ik de kids ging brengen, van hoe is het met je vader? Weet je, nou, die gaf daar dan een antwoord op en gelukkig gaat het nu gaat het de goede kant op. Dus dat was wel fijn, maar dat vind ik dus ook... fijn, omdat ik die juf dan zie, even contact, even regelmatig loop ik ook even naartoe, hoe gaat het? Zijn er nog bijzonderheden? Kan ik nog iets betekenen? Nou, en deze school doet het ook heel erg goed, want we krijgen ook regelmatig berichtjes van, joh, willen jullie daar nog even mee oefenen? Of dat soort dingetjes. Dus, mooi. Ja, mooi, zeker, dat valt inderdaad gewoon onder oude betrokkenheid. Ja, leuk, tof. Ja, en je geeft, wat ik belangrijk vind, je bent... niet alleen betrokken als ouder bij je kind en de school, maar ook bij degene die jouw kind les geeft, daar voel je betrokken bij. Ja. Want als het met deze persoon goed gaat, dan kan die ook goed lesgeven aan mijn kind. Ja. Dus je wil ook weten van, joh, hoe gaat het met jou als juf? Ja. En je bent zelf docent, dus misschien scheelt dat ook nog in jouw aanpak. Dat je ook weet van, joh, ook de docent is een mens. Ja. En die heeft af en toe gewoon een normale vraag nodig, hoe gaat het met je? Ja, precies. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja. Wat je de mens achter de docent willen zien als ouder, dat vind ik de basis van betrokkenheid. Ja. Dus niet alleen van, ja, mijn kind moet slagen. Ja, maar niet mijn kind moet slagen. Nee, ook belangrijk van, hey, welke persoon geeft mijn kind nou les en hoe kunnen wij samen ervoor zorgen. Dat vind ik ouder betrokkenheid. Ja. Samen, het woord samen. Ja, vind ik je daarin heel erg. Ja, en dat vind ik inderdaad wel mooi, want daar sta ik ook voor. En ik leg dan tijdens zo'n IEP-gesprek uit wat ze van mij kunnen verwachten, toch? Ja. Van, als het niet, dan krijg ik gewoon echt van, ik ben als docent zijn van, dan gaat het niet goed. Dan geef ik je er echt voor langs. Als het wel goed gaat, hoor je me niet. En dan geef ik compliment, ook naar de ouders toe, van als ik je niet bel. Of, weet je, dan gaat het gewoon top. Ja. Als het niet, helaas moet je dan mailen. Maar ik probeer wel elke periode, probeer ik wel gewoon, snap je? Maar als er wat aan de hand is, stuur me gewoon een mail. En dan hoop ik dat die ouders inzien van, met mij valt gewoon te praten, toch? En sommige ouders, die pikken het echt heel tof op. Ik heb een shout-out naar Cheyenne. Haar ouders, die vind ik... Ik noem het opzettelijk, hè, want ik vind echt dat zij het super tof doen. Ken ik. Ja. Die noemen me gewoon bij mijn voornaam, vragen hoe het gaat en dan zijn ze ook kritisch naar Cheyenne toe en proberen samen met mij die oplossing te vinden, toch? En als ze zorgen hebben, laten ze dat ook weten. En ik heb zeker in een jaar, mail ik misschien 3-4 keer met ze. Maar het is altijd
vanuit de ideale vorm van de Gouden Driehoek. Toch? Ja. Altijd vanuit de samenwerking. En CRN weet dat ik contact heb met die ouders. Maak zich ook daar ook nu druk om. Precies. Snap je? Echt, dat vind ik zo nice. En dat zou denk ik niet zijn ontstaan als we niet die IOP-gesprekken hadden. Nee, want dan zouden die ouders alleen zien tijdens de ouderavonden. En dan had ik gezegd van CRN doet het niet lekker. Ja. Ja. Weet je, dat wil ik als ouders zijn er ook niet alleen maar horen van, nee, iemand doet het niet lekker. Oké, ja, wat moet ik dan doen om Naima weer op de rit te krijgen? Wat bedoel je daarmee? Snap je? Ja, ik snap het. Dus, zij moest ook de eindexamen natuurlijk doen, gezondheidszorg en welzijn. En zij voelde zich absoluut niet lekker, maar ze was toch gekomen. Ja. Dus ik haar ontvangen, even rustig. En nou, je zag gewoon dat het niet lekker ging. Dus toen heb ik het ook gewoon naar huis gestuurd. Op deze manier wil ik niet dat jij je examen gaan maken. Cheyenne, inderdaad. Ja. Ja, daar ben ik bang voor het resultaat. Dus zij zei, nou ja, oké, dat is goed. Dus ik netjes de moeder gemaild en meteen ook een afspraak gemaakt voor om het in te halen en dergelijke. En ik kreeg ook netjes een reactie terug, zeg maar. Wat fijn dat je ook naar het kind kijkt, zeg maar, in plaats van, hey, het examen moet afgerond worden, druk erop. Nee, was mooi. Op die manier kon het ook, dus dat was het toch. En even aanvullend nog, voor de criticasters. Bij een basisschool kan je natuurlijk wat makkelijker naar binnen lopen als op een middelbare school. Hè? Dat scheelt natuurlijk ook wel. Op de middelbare school ga je vader of moeder lopen niet mee naar binnen om even te vragen hoe het met Kremers is of met Leten. Dat doen ze natuurlijk iets minder. Dus dat is wel weer het voordeel ervan. Maar nou, ja, dan is het toch aan de school om die drempel echt volledig te verlagen. Ja, eens. Zeker. Want dat was dus ook in mijn afstudeerding. Dat ik opmerkte inderdaad dat tot aan groep 8 de ouders gewoon bij de school over de vloer komen, om het zo te zeggen. Ja. En dan op een gegeven moment is de middelbare school is de school die ergens in de verte is. En mijn kind gaat naar school en ik weet bij God niet wat daar allemaal gebeurt. Snap je? En ik denk als wij daar meer de ruimte voor krijgen of daar wat creatiever in zijn, kan je die drempel ook weer verlagen. Ja. Snap je? Nodig een paar ouders uit met een excursie. Ja. Of met een schoolreis. I'm just saying. Ja, of zorgen voor, of kijken of in plaats van, we hebben nu zo'n leeskwartier, waarom kunnen ouders daar niet binnenkomen? Want volgens mij hebben ze nog steeds exact dezelfde tijd over als op de basisschool. Ja. Snap je? Dus, maar even advocaat van de duivel. Stel, jij bent 14, 15 jaar en dan komt jouw moeder kom even helpen lezen. Hoe zou jij dat vinden? Ja, maar dat wordt toch gecreëerd door de maatschappij zelf. Nee, maar even, wat zei je? Oh, ik zou denken of zo, maar beter ga je weg. Nee, toen ik 15 jaar was ik super flex met mijn ouders. Ja, ja, ik ben ook flex met mijn ouders, tuurt daar niet van. Maar ik zou sowieso misschien wel hebben van, nou, joh, even gewoon hard op denken, toch? Nou ja, ik zit nu even terug te denken aan vroeger, inderdaad. En dan is moet je even een tijdje terug. Ja, dan is die inderdaad wel heel dubbel. Weet je, als jongere zit je ook niet altijd te wachten inderdaad op een ouder die op dat moment dan op school komt. Maar aan de andere kant creëer je dus ook dat een ouder alleen op school komt als het niet goed gaat. En daar ben ik het wel met jou eens. Ja, daar zou denk ik wel naar gekeken kunnen worden. Hoe kan je bepaalde dingen organiseren waarbij ouders betrokken worden. Ja. En wat jongeren ook echt leuk vinden om dan met hun ouders te doen of te kunnen laten zien. Of ja. Misschien schieten we nu ineens iets te binnen. Hè? Ja, we hebben alle drie gevoetbald. Ja. En als een ouder naar school komt, heeft het direct een negatieve lading. Denk van, hey pa, ma, ga alsjeblieft weg. Mm-hmm. Maar hoe blij waren we als onze vaders en moeders ons brachten naar de uitwedstrijd? Mm-hmm. En dat onze ouders langs het veld staan. En dat onze ouders in de kantine staan. Dat is gewoon ook dezelfde vorm van oude betrokkenheid. Ja. En dan is het weer geen probleem. Snap je? Dus ik denk echt dat het ermee te maken heeft van wat doet de organisatie of de school, hoe vul je dat in? Want met voetbal werd het gewoon hartstikke mooi ingevuld. Van kom je ouder, je schaamde je eerder, dat had ik af en toe als mijn vader niet kwam. Want mijn broer speelde bij een andere vereniging, dus zij moest wisselen. Dacht van ja man, jongen, dus ik bij een andere vader in de auto, ik wil gewoon dat mijn vader komt kijken, snap je? Dus ja, weet je, het is dubbel. Ik denk echt, wat voor invulling geef je het als school zijnde? Ja, precies. Je moet het geen negatieve. Ik denk dat het een leuk onderwerp is om een keertje nog over door te praten. En ja, we zitten alweer op het half uurtje. Maar Sjoerd, ik wil eventjes doen, geen laatste woord. Maar ik wil wel nog even één anekdote van jou, vanuit jouw functie jongerenwerker. Wat je heel erg hebt aangegrepen of wat je heel erg mooi vond of wat je is bijgebleven. Eén kort momentje nog. Om de show af te sluiten. Ja, wat ik zelf, als ik erop terugkijk, zeker de laatste 7 jaar, dat ik veel met gezin heb gewerkt en met jonge kinderen,
vaak als situaties een aantal keren al waren misgelopen met hulpverleners. En dan kwam ik in het gezin. En dan na een paar gesprekken zeiden ze, ja, maar je bent geen hulpverlener. En dan vroeg ik, maar hoe kom je daar nu bij? Want ik heb wel die rol. Ja, maar jij bent geïnteresseerd in wat ik zeg. En jij bent geïnteresseerd in mijn kind. En ja, je lijkt wel normaal. Oké. Okay. Nou heb ik met een bepaalde doelgroep gewerkt, dus dan weet ik niet of normaal altijd een compliment is voor mij als persoon. Maar ik heb het wel altijd opgevat als, ja, blijkbaar ben ik in staat om te levelen met verschillende niveaus. Ja. En was ik oprecht benieuwd naar het waarom en het verhaal achter het gedrag. En ik denk dat dat de essentie is van ook van jullie werk. Weet je, wat is het verhaal achter het gedrag? Ja. En oprecht luisteren en er zijn voor de personen die het nodig hebben. En ook voor de personen die het soms wat minder nodig hebben. Want ook die hebben het nodig, alleen op een andere manier. Ja. Nou, mooi. Ja, nice. Ja. Mooie afsluiting van, ja. Van deze podcast. Sjoerd, ik vond het super tof dat je er was. Onze dank is groot. Thanks. Bedankt dat ik er mocht zijn. Ja, ja toch? Yes. Mooi. Broski. Fijn dat jij er natuurlijk weer was. Ik vond het leuk. Want we begonnen met een voetbalpodcast. Het eindigt toch... Met mooie quotes, mooie teksten en inhoudelijk een sterk gesprek. Tenminste, dat is mijn mening. Lieve luisteraars, dankjewel voor het luisteren. Mocht je ons nou willen volgen op de socials, dat kan op TikTok en op Instagram. Klasse.podcast. Heb je een vraag of wil je iets zeggen? Check ons op via de mail klasse.podcast@gmail.com. Ja, dat is groot, lieve luisteraars. En,